Een wortel met een gekke vorm. Appels die niet mooi rood zijn. Dit soort groente en fruit staat ook al bekend als de buitenbeentjes. Er is verder niks mis mee en daarom kunnen ze voor een leuk prijsje verkocht worden. En dat is precies waar de blauwe tomaat voor staat. Gezond voedsel toegankelijk maken voor iedereen. Het concept is al jaren een succes in Arnhem. En vanaf deze week rijdt de wagen ook door Nijmegen. In 2018 begon Loes van der Meulen met de blauwe tomaat. Een oude SRV-wagen waarmee ze op verschillende locaties in Arnhem staat. De blauwe tomaat is tegen verspilling en verkoopt daarom producten die anders weggegooid worden. De lage prijzen zorgen ervoor dat gezond voedsel voor iedereen betaalbaar is. Het concept is zo'n groot succes dat ze het nu ook in Nijmegen introduceert. Ja, het is een hele grote SRV-wagen en wij verkopen groente en fruit. En dat doen we tegen een lage prijs met de gedachte dat wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot gezonde voeding. Betaalbaar en gezond eten staat centraal bij de blauwe tomaat. Maar verder is het ook vooral een sociaal initiatief. Niet snel en gehaast je boodschappen halen, maar juist even de tijd nemen voor een praatje. Ja, die sociale factor is voor ons heel erg belangrijk, want we willen echt het ouderwetse gevoel van boodschappen doen weer terugbrengen. Dus wat je eigenlijk doet is je kan groente en fruit kopen, maar ook gezellig een kopje koffie en thee drinken en zo een praatje maken met de buren. Dat merkte ik vooral op de Geitenkamp in Arnhem. Daar was het altijd super gezellig, iedereen bleef lekker hangen daar. Dus daar is het eigenlijk ook voor, gewoon het sociale. We maken er ook altijd tijd voor een praatje. Dat begint al op het moment dat je groente en fruit uitzoekt. Goh, wat ga jij maken vanavond? Weet je, oh, de vorige keer was dit heel erg lekker. Dus het is eigenlijk een heel gezellig concept waar mensen echt even de tijd nemen om groente en fruit te kopen. Ik denk ook wel dat er sommige mensen zijn soms een beetje eenzaam. Dus dan kunnen ze het ook wel hier een beetje opzoeken. De producten blijven zo laag mogelijk geprijsd, zodat het voor iedereen betaalbaar is. En om die prijzen laag te houden, verkoopt de blauwe tomaat ook abonnementen. Ja, wat we eigenlijk doen is, onze organisatie is een stichting, dus we hebben geen winstoogmerk. En daarnaast hebben we fruit op je werk, dus ondernemers kunnen fruitpakketten kopen. En wij brengen schoolfruit rond. En die twee zorgen er eigenlijk voor dat wij de prijzen in de wijken laag kunnen houden. De reacties zijn altijd positief van klanten. Ook op de eerste dag in Nijmegen is het al een groot succes. Wat ik nu heb meegemaakt is dat het vooral mensen veel verbaast dat als ik het uiteindelijk wil afrekenen, dat ze eigenlijk schrikken van hoe goedkoop het is. Ja. Nou ja, het is hartstikke fijn om te zien dat we net open zijn en dat er nu al zoveel mensen zijn. Dus ik ben heel blij dat mensen ons kunnen vinden. En wat je eigenlijk hoort is dat mensen zeggen, oh, wat een mooie producten en wat fijn dat het zo goedkoop is.